Ja. Hij moet het ook echt. Dus dan kan je met de afstandsbediening op afstand. Ja, en ik heb zelfs een statief bij. Aardig. Kom ik in beeld. Tegenrichting. Daar is de zoek. Kijk eens aan. Is het waar? Ja, we lopen hier ergens in de onzalige bossen. En dan moeten we hier een helling afklimmen. Dus we zullen wel zien. En hier zijn wij dus in het midden van de onzalige bossen, te midden van de vinkies en het vee op jacht naar een pannenkoeken. Naar een pannenkoeken? Een pannenkoeken. Meerdere pannenkoeken. En daar ligt waarachtig, zeg. Daar is de Caroline over. Jawel. Dat we dit nog mee mogen maken. Dat is geen hond. Maar ja, we gaan kijken. Anders bakken we ze zelf. Kijk eens aan, waarachtig, een hele grote pannenkoek voor Noël, midden in de bossen. Lekker. Zo, stop. Dat is ook een truc. Net of ik loop. Oh, dat hoor je natuurlijk. Ja, we zijn net uit de Carolinehoeve. En nu gaan we weer de bush in. Zo, nou een terugblik. Daar heb je dus het veld van de Carolinehoeve. Hoorde je die specht?
En daarnet bewoog ik de camera te vlug, potsjan door. Ja, dit is allemaal even testen. Hier heb je zo'n scheiding van twee grondbezitters. Ik zal even de andere kant ook laten zien. Heel rustig, schokvrij mij voortbewegen. Je hoort die pietjes. En nu zijn we bij de postbank. Waar kunnen we het geld halen? Ja, ik heb een breekijzer bij me. Dus we kunnen altijd ouvrir la porte. Gostrein. Daar is de IJssel. Hoogwater. En dan gaan we nu richting Nijmegen kijken en Montferland. Het gaat uit de losse pols, dus het is moeilijk bewegen. Ik dank u. Zijn die schoorstenen daar? Ja, daar is Nijmegen. Daar is schoorstenen.